Jongens, het gaat krankzinnig goed in Polen. Ja, van onze EU-centen. Absoluut. Maar ook op het WK baanwielrennen. Nederland won daar de ene medaille na de andere. En mijn favoriet is Matthijs Bugli. Die is wereldkampioen geworden op de keirin. Ja, voor mensen die niet weten wat keirin is, vragen we het aan een boswachter. En keirin. Dat is met je hoofd naar voren met het sleetje naar beneden. Pas. Nee, dat is niet met je hoofd naar voren met het sleetje naar beneden. Pas. Keirin is een onderdeel van het baanwielrennen. Keirin. Renners worden dan op gang gebracht achter een brommertje tot ongeveer 50 km per uur. En moeten dan de laatste rondes sprinten om de zegen. Precies, het brommertje versnelt tot hij 50 km per uur rijdt. Als de chauffeur helemaal kapot is, nemen de renners het van hem over. Die rijden dan nog 3 rondjes en de snelste wint. Ja, heel soms wint die gast op dat brommertje. Dat gebeurt wel eens. Maar nu won gelukkig onze eigen Matthijs Bugli. Matthijs Bugli op weg naar Rian. Op weg naar zijn eerste wereldtitel op het onderdeel keirin. En dan ben je wereldkampioen. En wat gebeurt er dan? Dan belt de premier. Dankjewel. Goed. Doei. Dankjewel. Dat was de premier? De premier. Ja, gaaf. Ja. Nou, sorry hoor. Wat? Nou, ik heb veel nepgesprekken gezien in mijn leven, maar deze meneer staat niet met Mark Rutte te telefoneren. Maar het kan toch? Zeker, tuurlijk. Alles kan, tuurlijk. Misschien zit de premier van Nederland wel het hele weekend keirin te kijken en zodra dan iemand voor de camera staat, dan gaat hij bellen, tuurlijk. Ja. Maar hij heeft toch ook toegebeld met Michael van Gerwen? Dat is darts! Oké. Okay. Dat is darts. De premier gaat niet voor keirin meteen iedereen bellen. Luister, die journalist, die ruikt dat ook, die prikt daar doorheen en die gaat vragen, wat zei die dan, Rutte? Hm? En dan valt hij meteen door de mand. Hier, let op. Zei die? Wat denk je? Gefeliciteerd. En ja, gewoon leuk, blij en gaaf, ja. Tuurlijk, Matthijs, heb jij eventjes met de premier gebeld. En het hele land gaat er weer met ogen open. Sorry, één seconde. Wat is dat? Even. Ik krijg een wat? Sms'je van Rutte. Oh. Oh. Het was wel echt. Maar ja. Wat schrijft hij dan? Ja, gewoon. Gaaf, leuk, top, ja. Wil je lid worden van het Makkelijk Scoren YouTube-kanaal? Dat kan en het is helemaal gratis. 1 muisklik op de abonneerknop en het is al geregeld. Dat is wel heel makkelijk scoren. Yay!